In deze video bekijken we een aantal mysterieuze foto's die sceptici sprakeloos maakten. Kijk en huiver van deze foto's over onder andere een verzamelplaats van dode dierenkoppen en een onverklaarbare foto op nummer 1. Om geen van onze toekomstige video's te missen, moet je je nu abonneren met de bel aan. Doe ook de duim omhoog als je weet dat je stoer genoeg bent om al deze mysterieuze foto's te bekijken. 7. Driebenig monster. Ondanks dat we weten dat de oceanen en zeeën voor nog maar 5% zijn ontdekt, wagen we het om ons te begeven op deze grote mysterieuze wateren. Het is dus eigenlijk geen verrassing dat we vreemde en onbekende wezens zullen tegenkomen. Toch is het altijd wel spannend, vooral voor gewone mensen zoals jij en ik, wanneer we tijdens een zeeuitje iets vangen zoals dit driebenige monster. De persoon die dit ding had gevangen was enorm geschrokken over wat hij zag, omdat hij het nog nooit van zijn leven had gezien. Kijk maar hoe dat ding zo griezelig beweegt. Zou je ook schrikken van deze bizarre vangst? Wij in ieder geval wel. Het vreemde wezen lijkt een lange tentakel te hebben en nog twee kortere aanhangsels. En heb je zijn gapende bek gezien? Zou er opeens iets uitkomen kunnen vliegen? Een lange tong misschien? Op de plek waar je eigenlijk ogen verwacht, zie je gek genoeg kieuwen. Dat ding lijkt niet op iets van deze wereld als je het ons vraagt. Gelukkig werden wat zee-experts erbij gehaald om ons gerust te stellen. Het dier op de foto is niet anders dan een Pinocchio-rog, een soort stekelrog die zich heeft opgevouwen om zichzelf te beschermen. Deze had je even laten schrikken, hè? 6. Paranormaal ziekenhuis. De claim werd gedaan dat deze foto patiënten toont in een verlaten Russische psychiatrische instelling rond de jaren 50. Zou dat een acceptabele verklaring zijn voor wat je op de foto ziet? Twee dingen kloppen namelijk niet in de verklaring. Ten eerste, wat doen er nog patiënten in een verlaten mentaal ziekenhuis? En ten tweede, hoe zweven de patiënten van de grond? Voor wie het eigenlijke verhaal achter deze foto niet kent, werpt deze bizarre foto alleen maar vragen op en misschien zelfs ook angsten. Gelukkig zijn we achter het werkelijke verhaal gekomen. Als je heel goed naar de foto kijkt, dan kun je zien dat de vrouwen met hun linkerbeen in een gat in de muur staan. Van paranormaal zweven is hier in ieder geval dus geen sprake. Wat je op de foto ziet is een scène uit een dansopvoering van de gewezen choreograaf en danser Pina Bausch uit 1977, genoemd Blauwbart. De hoofdfiguur, een man met een blauwe baard, was zo lelijk dat vrouwen en meisjes voor hem wegrenden. Op de foto zie je de ontdekking die Blauwbarts nieuwe vrouw deed toen ze de verboden kamer binnentrad. Wat ze vond was een kamer vol van voormalige echtgenoten die probeerden te ontsnappen. Wel een verzonnen verhaal, maar niet minder griezelig. 5. Sinister Santa. Kerstfeest is een hele leuke tijd waar we allemaal eigenlijk het hele jaar door naar uitkijken. Het is een blijde tijd van feesten, lekker eten en cadeautjes. We kwamen tijdens ons onderzoek deze interessante foto's tegen. Een heel andere soort kerstman dan we gewend zijn, maar die we niet voor onszelf kunnen houden en heel graag met jou willen delen. Normaliter ziet de kerstman er vrolijk en jolig uit, maar deze kerstmannen geven ons wel de kriebels. Kijk maar zelf naar deze sinistere Santa's en bepaal zelf of je op hun schoot wil zitten om in hun oor te fluisteren wat voor cadeautje jij dit jaar graag zou willen hebben. Waarom deze kerstmannen er zo vreselijk eng uitzagen is voor ons een groot raadsel. En wat nog vreemder is, zijn sommige van de kindjes op de foto. Die zijn helemaal niet bang van die engerts. Of hebben ze alleen de brave kinderen gefotografeerd? Waarom deze Santa's van vroeger er zo vreselijk angstaanjagend uitzagen, blijft een onbeantwoord vraagstuk voor ons. Je wil in ieder geval niet op de lijst van stoute kinderen belanden als zo'n akelige kerstman het dit jaar voor het zeggen heeft. Wat je onder de kerstboom zal vinden, zal zeker niet iets zijn dat je leuk vindt. 4. Een geest op de foto. Er zijn al talloze foto's op het internet verschenen van mensen die beweren dat ze een geest op de foto hebben vastgelegd. Sommige bleken achteraf nep te zijn en van andere foto's weten we gewoon niet wat we moeten geloven. Een hiker die een bezoekje bracht aan Dundas Peak in Hamilton, Ontario in Amerika, claimt met deze foto een dunne persoon te hebben gezien zonder een gezicht. Neem zelf ook eens even goed een kijkje naar de foto. De wazige figuur op de achtergrond lijkt inderdaad op een persoon, want je kunt toch heel vluchtige gestalten zien met benen, een romp en iets dat lijkt op een hoofd. Dat is dan wel een hoofd zonder gezicht. Zie je ook hetzelfde? Wat nog vreemder is aan de foto is dat de figuur op een plek staat die totaal niet toegankelijk is.
als het een mens zou zijn, die gewoon vanuit de verte toevallig ook op de foto is verschenen, hoe is die persoon op die plek eigenlijk gekomen? Om achter het antwoord te komen, ging Reddit-gebruiker SliceTheBeef zelf ook naar de plek en probeerde dezelfde foto vast te leggen. De poging om de vreemde figuur nog eens op de camera te krijgen was helaas vergeefse moeite. Ondanks dat er meerdere foto's werden gemaakt vanuit dezelfde plek met dezelfde achtergrond, was de raadselachtige figuur helaas reeds verdwenen. Heb jij ook een persoon zonder gezicht toevallig weten vast te leggen op de foto? Zo ja, deel het met ons in de comments. Nu we over de helft zijn gekomen van de video, zorg er snel voor dat je abonneert op het Top 10 kanaal om geen enkele nieuwe video van ons te missen. Geef de video ook een duimpje omhoog als je tot nu toe hebt genoten van de video. En nu onze top 3. 3. Een voodoo superstore. Waar denk je aan als je deze foto ziet? Het antwoord vinden we in een voodoo superstore in het hart van West-Afrika. Als je dacht dat voodoo alleen iets van griezelige films die vertellen over zombies en zwarte magie is, dan ben je zeker nog niet op de hoogte van het echte ding. Voodoo is niet alleen echt, maar de eeuwenoude occulte religie wordt nu nog beleden. En als je met voodoo bezighoudt, dan weet je dat je moet wezen in de grootste voodoo-markt in de wereld om de juiste attributen te verkrijgen. In de hoofdstad van Togo, Lomé, vind je de best gesorteerde voodoo superstore. Hier hebben ze een grote voorraad van allerlei talismannen en alles wat je maar nodig hebt voor een ritueel of een toverspreuk. De Akko de Sewa fetishmarkt is de plek waar je van alles kunt vinden. Van een dode luipaardenkop tot aan de schedel van een mens. Ook tref je in deze geheimzinnige superstore de nodige voodoo priesters aan, die jouw aankopen zullen zegenen of zelfs de toekomst voor je kunnen voorspellen. Heb je magisch drankje nodig voor een speciale gelegenheid, dan kunnen ze die ook voor je maken met bijvoorbeeld de dode apenkop die je er koopt. Mensen komen er van heinde en verre en geloven dat het dé plek is waar ze genezing en oplossing kunnen vinden voor hun problemen. 2. De McQuilken-gebroeders. Op het eerste gezicht lijkt deze foto helemaal niet zo mysterieus, totdat je het complete verhaal achter hebt gehoord. De foto is een grappige vertoning van de McQuilken-gebroeders met rechtopstaand haar. Wie iets weet van elektriciteit, weet dat je haar rechtop gaat staan bij statische elektriciteit. De foto was genomen toen de broers op 20 augustus 1975 een wandeling namen op de Morro Rock in het Sequoia National Park in Californië. De broers, die toen 18 en 12 jaar oud waren, vonden het een grappig gezicht en wilden het moment voor de fotoalbum vastleggen. Wat ze niet wisten, was dat ze over enkele momenten geraakt zouden worden door de bliksem. Hoewel de foto je helemaal niet doet vermoeden dat er iets duisters op komst was, gebeurde het wel. Michael McQuilken, de oudere broer, kan zich nog goed herinneren dat hij een heldere flits zag van wit licht. Hij heeft ook nog de oorverdovende explosie onthouden en het gevoel alsof hij gewichtloos werd en van de grond zweefde, toen hij werd geraakt door de bliksemflits. Hij is de overweldigende kracht van de bliksemflits die uit de hemel kwam neervallen echt nooit meer vergeten. McQuilken geeft toe dat hij jong en naïef was, maar sinds die dag is hij de eerste die dekking zoekt wanneer er donkere wolken boven zijn hoofd vormen. Andere hikers hadden helaas niet zoveel geluk als deze twee broers. En nu zijn we eindelijk gekomen bij de onverklaarbare foto waarop je hebt zitten wachten. Dit is onze nummer 1. Stel je eens voor dat je op vakantie bent in Bulgarije en je maakt een rondrit door het landschap om vervolgens deze groep geheimzinnige mensen aan te treffen. Hoe zou je reageren? Iemand die toevallig langsreed nam van de verte deze mysterieuze foto in 1979 in het Dobrich-gebied in Bulgarije. Een landelijk gebied dat tot op de dag van vandaag nog steeds bekend staat vanwege de hoge frequentie van occulte en heidense praktijken. In deze foto kun je duidelijk zien dat hier iets duisters aan het gebeuren is. Wat zou de reden zijn dat deze mensen, alle gekleed in een zwarte mantel, rondom de auto staan met verheven handen? Wie of wat zou er in de auto kunnen zijn? Over dit gebied wordt nog steeds iets interessants verteld. Rond de tijd dat deze foto werd geschoten, werd het gebied juist vermeden. Er waren namelijk gevallen van mensen die erheen gingen om vervolgens voorgoed te verdwijnen. Iedereen die daar voet zou hebben gezet, voelde een bepaalde geladen sfeer in het gebied. Zouden deze zwart gemantelde mensen er iets mee te maken hebben gehad? Zou er misschien een menselijk offer in die auto hebben gezeten? We zullen het antwoord helaas nooit achterhalen. Laat ons wel je eigen mening hierover weten. We horen graag van je in de comments als je meer over deze geheimzinnige foto weet.
Welke van deze mysterieuze foto's maakte jou ook sprakeloos? Laat je antwoord achter in de comments. Vergeet ook niet om je op ons kanaal te abonneren met de bel aan. Zo zou je geen enkele van onze leuke video's missen. Druk ook de duim omhoog als je deze video een leuke vond.